Leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video, jongens. Iedereen weet wel dat er dit jaar een vuurwerkverbod is en dat er geen vuurwerk mag worden afgestoken en verkocht. Ondanks die maatregelen hebben wij toch nog een collectievideo voor jullie weten te maken. We zijn er best wel lang mee bezig geweest, maar jullie moeten begrijpen dat deze collectievideo er wat anders uitziet dan andere jaren. Omdat er natuurlijk geen vuurwerk verkocht mag worden, dus is het heel moeilijk om nu aan goed vuurwerk te komen. Maar we hebben toch ons best voor jullie gedaan. En 1 januari komt sowieso de vuurwerkcompilatie van Oud en Nieuw online. Dus ik hoop dat jullie daar heel veel zin in hebben. Mocht jij nou ook een collectievideo hebben of een fotootje, stuur die even op @pyroteamdelft op Instagram. Want dat is altijd mooi. Dan kunnen wij even kijken hoe die van jullie is en dan reageren we daar even op. Verder, zoals ik bijna ieder jaar op een collectievideo doe, like deze video even massaal. Laten we dit keer gaan voor de 8000 likes. Vorig jaar haalden we er zelfs meer. Maar ik hoop dat jullie, ondanks dat deze collectie er anders uitziet, toch nog massaal willen liken. Laat even zien dat jullie ons supporten in deze tijd. Dat wij toch nog doorgaan met uploaden voor jullie. Jullie hebben allemaal de shopvideo's kunnen zien de afgelopen dagen. Dus ik hoop dat jullie die ook dik vonden. Binnenkort de Oud en Nieuw vuurwerkcompilatie. Maar we gaan jullie nu meenemen naar alles wat we hebben. Hier aan het begin, want we moeten niet gelijk alles laten zien, ligt eigenlijk de Thunder Kings bulk packs. Die hebben we nog al een tijdje natuurlijk. We hebben 6 van deze pakken. Dat zijn 300 Thunder Kings. Vorig jaar expres ingeslagen, omdat we wisten dat die verboden zouden worden. Ze zouden dit jaar terugkomen in een nieuwe variant, namelijk Mines. Alleen gaan we dat helaas niet meer meemaken dit jaar. Dat is jammer. Verder, als we bij de Thunder Kings blijven, hebben we hier nog een Sonnet. Ik heb er nog één, maar waar die ligt weet ik echt niet. Dus ik wilde jullie gewoon even eentje laten zien. Wat waren deze goed, man? Helaas zijn ze dus niet meer te koop en ook verboden. Als we bij de Thunder Kings blijven, dan zien jullie hier de Red Bastards. Daar hebben we ook zo'n bulk pack van. 3 stuks. En de Epic Shock XL. Dat zijn van die kleine shockies. Nou, we kunnen wel even eentje pakken. Kijk, dat zijn van die kleinere shocks. Zie je? Wel nice, toch? Yes. En dan dit waren de Red Bastards. Een van de beste. Ja, echt een van de beste. En dit zijn ook nog de betere. Dus van een paar jaar terug. Dus hier hebben we nog voldoende aan met deze Thunder Kings hier zo. Deze waren van de Intratuin vorig jaar. Pak er eens even. Zal ik er eentje pakken. Dan moeten de kereltjes even wachten. Ja. Even kijken, hoe zagen ze eruit? Je had er net nog een pak vast, toch? Ja, hier. Ja, zo, Ja man, met een kartonnen voetje. Net het kat 1 van de Aldi. Maar deze waren nog van vorig jaar, dus... Als je ze een jaar laat drogen, dan schijnen ze ook harder te gaan. Nou, dan hebben we hier een beetje de Thunder Kings. Hebben we dus nog voldoende van om een aantal jaar nog plezier van te hebben. Al verwacht ik natuurlijk wel dat de komende jaren er wel verschillende alternatieven gaan komen van Thunder Kings. Verder, om even bij het beste categorie 1 vuurwerk te blijven. Want heel veel mensen zeggen, kat 1 vuurwerk is voor kinderen en zo. Maar geloof me, als je kat 1 van Funke hebt, is dat niet enkel voor kinderen. We hebben hier namelijk de Gillers, de gele. Daar zitten van die kleine pakjes in. Nou, hier hebben we een blauwe toevallig, die hadden we ook nog over. Nou, deze zit behoorlijk vol, dus die is bijna, we hebben er bijna 2 van. Is allemaal van vuurwerkbunker trouwens, dus SO naar die winkel. Voor de rest is alle kleur ook nog in seal. Dus dan zien jullie dat we die speciaal bewaard hebben om het Oud en Nieuw te kunnen stoken, want die dingen zijn echt goed. Verder hebben we, als het goed is, 9 van deze pakken. Zilberfontanen. Die heb ik een tijdje geleden ook afgestoken. Die zijn echt goed. Echt van die dikke stroboscopen. Even kijken. Mooi afgewerkt. Echt Funke kwaliteit. Dus dat is super nice. De Bengal Foyer Mix. Een van de betere dingen. En wat het mooiste hieraan is, is de rook die eraf komt. Dat blijf ik me over verbazen dat dit gewoon kat 1 is. Maar dan wilden we sowieso een aantal pakjes van. Maar we hebben er nu hier slechts 1 van liggen. Nou, dit is ook van Funke. 10 stuks. Dat zijn van die dingen met een klein voetje eraan. Maar kijk hier. Fonteintje zeker. Ja, een soort fonteintje, man. Jij hebt ze nog niet gezien, hè? Die Ugly Franks. Kijk. Ja, letterlijk. Van die kleine dingetjes. Heel veel mensen zeiden tegen ons dat we bij de Aldi heel erg asociaal zijn. Dat we alles kopen voor iedereen. Nou, dit is alles wat we van de Aldi hebben. Los van de kartonnen. Maar moet je kijken. Dit is bijvoorbeeld van de Lidl. Dat zijn 10 pakken knetterlinten. En dit is de enige
fonteinenbox die we nog hebben. Want we hebben helemaal niet zoveel gestookt, maar we hadden van die fonteinen en zo 1 of 2 pakjes max per artikel genomen. Verder hebben we 2 pakjes knetterkogels. Die vielen echt tegen toen we gingen stoken. Ja. Knetterrotjes. Gaan we wel lachen. Ook lachen. Nitro's een pakje. En dan komen we bij de... Bonbonnetjes. Oh ja, de bonbonnetjes hadden we ook nog. Dit viel me helemaal niet op. Maar ik vind deze een van de betere dingen. Verder, om even bij de kartonnen te blijven. Nou, dit zijn de Knetterkings. En het mooie hiervan is dat dit de Knetterkings zijn van vorig jaar nog. Dus met de plastic eroverheen in plaats van karton. En ook de voetjes zijn van plastic. En dat vind ik veel beter. De effecten zijn ook hoger. Daar hebben we nog een karton van. Vorig jaar gewoon niet opgemaakt. En ratellinten. Ik denk dat het genoeg kat 1 is waar we over gesproken hebben. Toch? Yes. Laten we maar beginnen met de pijlen. Salon Roger. Dit zijn een van de beste pijlen die ze hebben, zeiden ze. De 2-inch Shell Rockets. Zijn er 4. Daar ben ik super benieuwd naar. Jullie zien het. Een mooi pijlenpakketje. Salon Roger. Zena Salute. 2 oude vertrouwde met een groen effect, als het goed is. Verder hebben we de Golden Temptation. De LVT Cake. 40 shots, ook van Salon Roger. En de Golden Future. Best wel een groot ding. 16 shots. Ook van Salon Roger. En hier ben ik echt benieuwd naar. Ik ben echt blij mee dat we deze toch nog gehaald hebben. De Scream van Tropic. Die Titanium Salute en alleen Scream. Dus de oranje en de dinges. Dus deze is met knal erbij. En die met alleen geel. En die hadden we ook in Polen. En ik zeg je eerlijk dat deze echt heel goed zijn. Nou, hier hebben we nog de Pyromax Amazing Set. Nummer 3 en 4. Esso naar Shell Martijn. Die weet er meer van. Van 1 en 2. Hebben we nog eentje van Salon Roger. Dat is namelijk de Corolla Mystery. 64 shots, jongens. Zo'n blokje, hè? Dit is wel een mooi ding, man. Moet je kijken. Zie je? Echt een mooi ding. Nou, daar ben ik ook super benieuwd naar. En wat hier dan onder ligt, is de Sunna Clouded. 120 shots. Sunna Clouded Leopard. Leopard, inderdaad. Van Luipaars. En Luipaars is natuurlijk dezelfde fabriek als Funke. Dus dat is een en al kwaliteit. En wat daaronder ligt, is de Cloud Connected, jongens. Dat is onze eyecatcher van deze collectie. De Cloud Connected. Mooie box. 6 kleinere shapes daarin. En die gaan allemaal tegelijk. Althans, niet tegelijk, maar het zijn hele mooie effecten. Dus al met al zeg ik dat dit best wel een mooie collectie is, toch? Yes. Voor dit jaar vind ik het echt een goeie. Dus ik hoop dat jullie een cijfer willen geven. Laat het achter in de reacties. Want ik vind dit, ondanks het vuurwerkverbod, dat we toch nog genoeg kunnen stoken. Hoeveel euro hier ligt? Ik denk dat het gauw al een eurotje op 1500 is. Alles bij elkaar, dus met die met kat 1 erbij en zo. En kat 1 is gewoon lachen, want dat mag gewoon dit jaar. Dat kunnen ze niet verbieden. Jullie gaan alles zien in de compilatie. We gaan er alles aan doen om voor jullie een volwaardige compilatie te brengen. Maar jullie moeten wel begrijpen dat het ook voor ons zeer moeilijk is om, om dit toch nog bij elkaar te kunnen sprokkelen. Ja, ik hoop dat oud en nieuw allemaal goed zal uitvallen. Laat in de reacties achter voor hoeveel euro jullie hebben en wat jullie hebben. Misschien kan je ook even op Instagram, @PyroTeamDelft, even een DM sturen met een fotootje bijvoorbeeld. Ik vind dat altijd nice om te kijken. En morgen komt er gewoon weer een video online, jongens, namelijk de compilatie, 1 januari. Like deze video, jongens. Laten we gaan voor de 8000 likes. Vergeet niet te abonneren, mocht je dat nog niet gedaan hebben. En dan zie ik jullie morgen weer.